ondertussen zitten we in de auto onderweg naar Jouke van Houten. Zij denkt dat zij een filmpje van ons gaat inspreken, maar we hebben een verrassing voor haar in petto. Zij is namelijk genomineerd voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Dus die gaan we haar uitreiken. Zijn we er al bijna? Nee. Zo pleuren ze en draaien. Oh ja. Oké, okay, nou, tot en met 31 december kunnen jullie op ons stemmen, op de marathon. Voor de publieksprijs, voor de Musical Awards. En ik zou dat heel erg leuk vinden, alleen al omdat... Ja, stop maar. Wat is aan de hand? Het gaat helemaal niks worden, dit. Oh. Wat heb ik nou weer gedaan? Wat doe ik nou weer fout, lieve schat? Heb je eigenlijk een beetje het ootje genomen? Oh nee, wat nou weer? Ik heb iets voor je. Oh. Wat heb je van mij? Komt-ie. Laat hem open. 85.000 euro. Ik wil het. Wat ben je aan het doen? Zie, wat is er aan de hand? Is het aan de hand, zie? Oh, kijk eens aan. Nou ja. Oké. Okay. Oh, god. Ja, oké. Okay. Staat erop. Ja. Nou, ja. Er staat van harte gefeliciteerd. Je bent genomineerd in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Oh, jezus. Oké. Okay. Ik heb een verleden met musical awards. Ik ben er altijd heel... Krijg dat ik een jurk aan en zo. Jezus, ja. Oh, wat een heerlijkheid. Wie nog meer? John. Robert. Oh, wat heerlijk. Thomas twee keer. Weet ze het al of niet? Robert weet het nog niet. Oh, wat John weet het wel, die hebben we net gebracht. En ook voor Beste Grote Musical. Oh, tof zeg. Oh, wat tof. Oké, ja. Wanneer is dit? Kan ik alvast mijn benen gaan scheren? 24 januari. Oké. Nou, nu we hier toch zitten, misschien kunnen we nog één keer oproepen of mensen willen stemmen. Ja, stem dan. Maar stem dan vooral voor de hele musical. Want dit zijn de 7, maar het is echt een musical van iedereen er geweest, toch? Dus doe dat vooral. Dat vind ik echt het allerleukst. Dan hoef ik deze niet. Dan doen jullie dat en dan zijn we met z'n allen. Top. Stemmen kan via deze link. Blablabla. Zo.